Kan snel gaan, ja. Waar we gaan eindigen. Ja. We starten met 7 zelfopgeleide spelers. Voor 94,3 miljoen euro aan aankoop op de bank. Welke les voor de toekomst moet de Ajax hier uit trekken? Ja, goed, ik denk dat het daar genoeg over is gesproken. Ik richt me gewoon op deze groep. En het is ook niet dat ik zeg van nou, die jongens die zijn aangetrokken, dat die niet aan voetballen toe gaan komen. Op dit moment ja, is dat gewoon zeg maar waar je naar kijkt. En die gespeeld hebben, ja, hebben een Ajax-achtergrond, de meeste dan. Maar goed, ik was heel erg blij met Soetelo, die weer fit is en dat we die konden inbrengen in de tweede helft. Want het is gewoon een hele belangrijke speler, ook voor deze groep. Ik dacht net, Soetelo is een belangrijke speler voor jullie. Wat was je afweging om dan toch hem op de bank te laten beginnen en Rensen te houden? Nou, dat was meer omdat we de laatste twee wedstrijden in deze formatie min of meer, hè, met name het centrale duo. En ook omdat Josip eigenlijk pas één training met ons heeft meegedaan, gisteren. Hij heeft daarvoor natuurlijk wel individueel even wat gedaan, maar ja, vorige week dinsdag was zijn laatste wedstrijd, dus er zit best wel een periode tussen. En ja, we hebben dat gewoon op deze wijze bekeken. We krijgen een druk programma nog tot aan kerst. En hij heeft laten zien dat hij, ja, dat hij er weer staat. En dat zagen we gisteren op de training ook wel. Dus er was een overweging om hem in te brengen en dat hebben we gedaan. En nog even over woensdag, die 6 minuten tegen RKC. Hoe bereid je daar nou voor? Ja, we weten dat het een hele aparte... Ja, je zegt 6 minuten, maar het zijn er meer natuurlijk met blessuretijd. Dus we weten dat zij hebben niks te verliezen. Dus, is alle hens aan dek en ze zullen de keeper mee naar voren. Ja, daar moet je op voorbereiden. En dat zouden wij andersom ook doen. Dus wij moeten ons daar weer op voorbereiden hoe we dat gaan verdedigen. En niet alleen verdedigen, maar ook vooruit druk geven. En goed, we hebben nu 2-3 dagen de tijd voor om dat op een goede manier voor te bereiden. Het is gewoon een hele belangrijke laatste fase van een wedstrijd nog. Brian, weer een assist van jou. Je bent tegenwoordig bijna meer aangegeven. Ja, als ik kijk naar mijn statistiek heb ik volgens mij nu 4 assists en 5 goals. Ja, klopt, joh. Ik maak liever goals, hoor, daar niet van, maar ja. Merk je dat er dus beter op jou afgestemd zijn? Of zij die wel aanspeelt kijken met de breedte in je rug? Ze weten natuurlijk hoe ik speel. Ik speel hier al lang. En ja, wanneer ik de bal krijg, ja, moeten gewoon spelers om mij bewegen en dat beter zijn. Dat doen ze ook. Dus, ja. Maar merk je ook dat het beter gaat dan aan het begin van het seizoen? Ja, zeker weten. Zeker voor de nieuwe jongens ook, ze begrijpen me steeds beter. Dus, ja. Hey Brian, je hebt best wel kritiek gehad, hè? Ben je daar extra gebrand en was dit dan misschien de week van jouw zoete wraak? Ja, er is altijd kritiek, weet je, maar... Ja, soms doet het je wel wat en dan wil je jezelf gewoon meer laten zien, dus ja. Daar ben je wel extra gebrand, joh. Is dat nu? Zien, ja, zeker weten. En welke kritiek heb je ook eens geraakt, kun je dat zeggen? Nee, mensen praten zoveel. Ook aan de tafel bij Rondo, Marco van Basten, dus ja. Willen met ongelijk bewijzen. Lukt dat? Zeker weten. Zo'n lange terugreis in de bus. De eerste uitoverwinning van het seizoen, is zo'n terugreis dan ook wel anders? Nee. Je wilt gewoon lekker met elkaar gaan praten over het leven. Dus, Dus dan nu eindelijk een flinke rijtje, de weg naar boven. Hoeveel? Dus de achtste nu. Oh, okay. En jullie woensdag die overwinning pakken we ergens 60. Waar ga je eindigen? Het kan snel gaan, ja. Waar we gaan eindigen. Ja, koop in de top 3. Ja. En we gaan er ook alles aan doen. Wil je de Champions League? Het liefst wel.